de winnaar van 2022. Ja. VIP Rijen. Ja. Ja, ik denk dat dat wel... Hij was in ieder geval iets anders dan de andere vier. En met name ook, denk ik, vooral omdat ik de organisatie buitengewoon slim in elkaar vond zitten. Hè? Ja. Dat iemand die geholpen wordt, ook zelf weer een ander gaat helpen. Ja. En dat er met die blik naar gekeken wordt. En daardoor zie je ook dat het een heel divers publiek, hè, dat zagen we ook hier bij de uitzending, een buitengewoon divers publiek was. Ja. Ja. En wat ik heel mooi vond, is dat ze het ook een beetje... teamtrots was het thema. En dat hebben ze echt ingezet. Hè? De repair Canaries. Ja. De very important tuinman. Ja. Ja, dan heb je toch ineens... dat helpt in de motivatie. En wat ze ook heel goed deden... ze deden allerlei verschillende activiteiten. Maar ook allemaal activiteiten... dat als we langer thuis moeten wonen... dat ook al die activiteiten zijn... waar een 85-plusser, zeg ik maar eventjes... maar misschien doe ik wat mensen tekort... echt behoefte aan hebben. Hè? Ja. Reparaties, de tuin, want dat lukt dan allemaal niet meer. Ja. En dat allemaal eigenlijk... dus ook de variëteit aan activiteiten. Ja. En ik vond het ook nog wel mooi dat ze op een gegeven moment zeiden... ja, die maatjes bij ons, die worden op een gegeven moment ook nog vrienden ook. Hè? Ja. Dus het heeft ook nog een duurzaam karakter. Ja. Het is niet alleen een activiteit, het heeft ook nog vriendschappen teweeg. Ja. Ja. En wat ik heel bijzonder vond, is dat je ziet toch nog best veel bij vrijwilligersorganisaties. Als een vrijwilliger zich aanmeldt, oh mooi, we hebben nog een klus, kan je dat doen? Ja, nee. Maar dat zij echt ook in gesprek gingen met onze stagiaire. Ja. Van, maar waar heb jij nou behoefte aan? Waar zou jij je op in willen zetten? En dan kijken we hoe we dat kunnen regelen. Eerste mens, dan de system. Hè? Ja. Ja. Nee, dat is heel mooi. Dus een terechte winnaar. Ik denk het ook. Ja, ja, mooi. Gefeliciteerd. Waking up early on Saturday morning just to help me out. Finding some time to come out for a walk that I couldn't go without. You're the warm cup of soup when the snowflakes are falling. Know just the right time to be calling me. You'll see. When I'm feeling lost and could use some direction, you show me the way. When I'm being rough on my mental reflections, tell me it's okay. The shoulder to cry on, the listening ear, the helping hand that I hold dear, so dear. When life seems overrated, feeling unappreciated, do you know the hero you are to me? You'll always try to be there and always try to see the beauty in the little things. It's the heart that you give without taking. It's the spark in your smile that is radiating. The love in your soul is a beacon in the darkest night. So when life feels overrated, feeling unappreciated, you should know the hero you are to me. You'll always try to be there and always try to see the beauty in the little things. It's the beauty.